Je hebt in principe Joshua Brenet uit de basis gespeeld als linksback. Nu weet ik dat jullie bevriend zijn. Jullie kennen elkaar al best lang. Hebben jullie het daar dan over? Ja, ik wil niet zeggen uit de basis gespeeld. Het is gewoon een concurrentiestrijd. Nu krijg ik de voorkeur. Misschien over een tijdje krijg hij de voorkeur. Ja, we zijn goed bevriend. Dus zo praten we buiten het voetbal praten we niet heel veel over het voetbal. Maar we zijn nog wel steeds goed met elkaar. Dus er is gewoon een gezonde concurrentiestrijd tussen ons. Maar hoe gaat hij daar bijvoorbeeld mee om dan? Ik bedoel, jullie zullen het er toch wel ooit over hebben gehad van, nou ja, de volgende week begin ik in de basis. Eerlijk gezegd hebben we daar nog niet echt over gehad. En hoe hij daar mee omgaat, dat weet ik ook niet echt. Ik denk gewoon dat een concurrentiestrijd is, dat hoort in het profvoetbal. Bij PSV is de concurrentiestrijd hoger dan bij een andere club. En zo maak ik hem beter, zo maakt hij mij beter. Zo houden we elkaar elke week scherp. En is alleen maar goed, denk ik. Nu is PSV heeft al gezegd van we gaan op zoek naar een nieuwe linksback. Weet je al wat dat voor jou betekent? Betekent dat jij nog steeds eerste keuze is of hebben we het dan weer over de concurrentiestrijd en moeten we maar afwachten? Ja, dat wordt gewoon nog een concurrent erbij. Het wordt gewoon weer een concurrentiestrijd. En het is alleen maar goed voor onze selectie, denk ik. Onze selectie wordt daar sterker van. En teambelang staat natuurlijk bovenaan. Dus als we het Kenneth Paul vragen, mag Douglas Santos van HSV, die mag gewoon komen. Om het team sterker te maken, zeker. En om mij beter te maken ook. Want een concurrent van mij is alleen maar goed.